Bijna voor de derde keer. Ja. Nogmaals de beste wensen. Nogmaals de beste wensen. De speld zit er vandaag hier, hè? Beste wensen. Fijn dat u er bent. Het is koude hand, hoor. Ja, geeft niks. Beste wensen. Kijk eens aan, Berry. Ja. Ja, beste mensen, van harte welkom. Voor de opkomst, fijn dat u er allemaal bent. Met gezondheid als basis voor u, voor uw familie, voor vrienden en hopelijk voor alle inwoners van onze mooie gemeente. Voor de muziek graag een enorm applaus voor orkestdirecteur. Ik zag toen net ook al even mensen zelfs dansen. Dat kan natuurlijk straks ook als u dat wil. Het is het dansgarde de Heikeneuterinnen. Dus u hoeft vandaag niet te vrezen dat de burgemeester zijn gitaar pakt. Wees gerust, dat gaat vandaag niet gebeuren. En dat onze harmonie 125 jaar bestaat. Waar sprake is van zeldzame flora en fauna, mag dat zelfs wettelijk niet. Voordat ik daar iets over ga zeggen, wil ik eerst mijn grote waardering uitspreken voor onze hulpverleningsdiensten. De brandweer heeft gelukkig met oud en nieuw niet in actie hoeven komen, maar was wel paraat. Mijn complimenten voor de politie en de wijze waarop ze dat hebben opgelost, want graag een applaus voor onze politiemensen. Het idee dat je dat oplost met vuurwerkvrije zones die je niet kan handhaven tussen 6 en 2, hè, want dan mag je afschieten, dat is een idee fix. Dat lukt je niet. Op dit moment in toenemende mate de avond en de nacht waar we grote zorgen over hebben. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ja, dank u wel. Dan leest u steeds meer over wat ze ook wel noemen ondermijnende of georganiseerde criminaliteit. Is er een omzet van 19 miljard per jaar, en dat is voorzichtig ingeschat. We hebben Wim Voet mogen onderscheiden. Vorig jaar was ook het jaar van het Mooks Raampje, dat lekkere koekje. Erg leuk initiatief. We hebben de open dag van de brandweer gehad. 25 jaar zusterband met Pribislav. We hebben de 100-jarig jubileum gehad van de fanfares in Sicilia. En dit jaar hebben we dus stokjes vanochtend overgegeven van 100 jaar fanfare naar 125 jaar Harmonie Erika. Door de Harmonie Erika is de Erika Mia Award ingesteld. En Mia verwijst natuurlijk naar Mia Broekmans. We hebben dit jaar natuurlijk het tweede lustrum gehad van Molenhoeks Makkie. En we hebben dit jaar ook de aftrap gehad van de bouw van de fietsbrug. En het initiatief moet komen vanuit de samenleving. De tentoonstelling is georganiseerd in Molenhoek in het kader van 75 jaar bevrijding. Herdenking gehad bij het Antonio Barbero monument. Die tocht met historische militaire voertuigen door onze gemeente weer gehad. Inzet van verenigingsleven, inzet van bedrijfsleven in onze gemeente. Die zorgt ervoor dat wij die mooie gemeente blijven die we zijn. En daar wilde ik mee eindigen. Dank u wel. Ik wilde graag meteen doorgaan naar
iemand in een zonnetje te zetten. Want ik wil graag naar voren roepen de heer Richard Meeuwsen. U wil gaan zeggen, dat moet trouwens helemaal kost me moeite hoor. Mag dat af en toe, mag ik daar je van maken? Ja, je van. Oké, oké. De informatie die ik heb gevonden is dat het eigenlijk al is ontstaan, begonnen in 1882. En er zijn in Nederland 3 horecabedrijven die zich hofleverancier mogen noemen. En in Limburg is er maar 1. En dat is Zwaantje. Het Zwaantje is dus niet alleen met een prachtige en rijke historie, maar het geeft ook aan dat het steeds de bakens verzet. Maar het werd uiteindelijk het Kistse Trui-gilde. En dat bestaat dus inmiddels al 15 jaar. Ik citeer, Richard is een eerste klas vakman en een eerste klas gastheer. Dat is toch een mooi compliment. Door zijn jarenlange bestuurswerk heeft Richard een grote bijdrage geleverd aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Groesbeek en Bergendal. Ik kom zo tot de afronding. Ja, een zeer ondernemende zakenman, ondernemer, maar tegelijkertijd ook iemand die ongelooflijk betrokken is bij onze samenleving. En voor hem is de speld van verdiensten, die ga ik nu opspelden. Graag een applaus. Het is zo leuk dat de hand is gebleven. Van de danskarren de heikneuterinnetjes en daar wil ik nu graag de aandacht voor vragen.